We praten met de jeugd van tegenwoordig. Waarom doen we dit? Omdat een documentaire is gemaakt en omdat jullie... dat hoort eigenlijk een beetje bij het vierde album. Ik geloof dat, Freddy, jij geen moment nuchter in die documentaire te zien bent geweest. Dat valt ook best mee. Ja? Nee, dat is eigenlijk achteraf, maar dat is niet helemaal zo. Maar het was wel een doel. Dat was wel een doel. Op een gegeven moment zei je wel. Het is niet gelukt. Ja, ja, ja. Was het doel om niet nuchter een... Nee, het liep gewoon zo. Het liep gewoon zo. Ja. Wat zit er in het glas? Ja. Maar is het ook een... denk je ook, ik vind het ook wel leuk om... Want ja, bij muziek hoort natuurlijk ook sfeer, hoort ook imago. Om te denken, ik doe het op deze manier. Dit ben ik. In zo'n documentaire ben ik. Nee, dat hebben we niet echt gedaan. Ik denk dat we vooral gewoon wel heel erg onszelf zijn geweest. En dat dit toevallig zo uitpakte. Ja. En zijn ook te veel mee geweest om dat te doen. Kijk, als iemand een week meegaat, dan kan je nog wel een soort van gezicht ophouden en je anders voordoen. Maar als iemand echt... vanaf april was het of zo? Ja. Vanaf april een beetje meeloopt, ja, op een gegeven moment val je door de mand, toch? Ja. Wat is het moment dat jij door de mand valt na een week? Nou, ik ken de regisseur Paula, dat ik al vaker mee gewerkt. Dus ik kon vanaf het begin eigenlijk al niet anders voordoen. Nee? Dat was wel jammer. Je kan sowieso je eigenlijk niet anders voordoen. Daar ben ik net iets te dom voor, hè? Ja, nee. Maar geldt dat, is dat voor jullie anders? Dat je zegt, nou, ach, als je me een week kent, dan ben ik toch anders dan als je drie weken... Maar het zijn vaak wel momentopnames. Dus, en de dynamiek van de groep verandert ook best wel vaak. Dus het ene keer zijn we chagrijnig, de andere keer hebben we de grootste lol. Ja, jullie hebben vooral in de auto veel lol, zag ik. Ja. Ja. Als je dat vergelijkt met de Ajax-verhalen, waar hebben jullie ontzettend veel plezier. Ja. Misschien ja. Verdienen we gewoon nog net niet genoeg. Ja. Dat we elkaar nog, nog leuk vinden om te doen of zo. Nee, maar dat moet komen, want jullie zijn nog steeds heel erg populair. Laten we even een overzichtje kijken. En ook rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig sleept een oeuvreprijs in de wacht. Je bent een shitbackdanser, maar je bent niet wat skepper. Wat skepper? Wat skepper? Wat skepper? De popprijs 2011 is voor De Jeugd van Tegenwoordig. Ja, we waren de tel bijna kwijt, Pepijn, maar jullie vierde album heeft nu al zoveel succes dat hij op de tweede plaats van de album top 100 heeft gestaan. Slechts verslagen door, uiteraard, Kinderen voor Kinderen. They whose name shall not be spoken. Ja. Ja, toch leuk. Maar is het belangrijk, die bevestiging, of zeg je, we doen eigenlijk gewoon voor onszelf? Ja, nee, dat sowieso. Als je een album gaat maken, dan maak je dat omdat we dat graag willen doen met z'n vieren. Dus wat er dan uiteindelijk mee gebeurt, maakt daarvoor niet zo heel veel uit. Maar je zit toch wel even met de billen bij elkaar in de laatste twee maanden voordat zo'n plaat dan echt uitkomt. En als het dan gewoon het goed doet in de hitlijsten, in eerste instantie is het toch wel echt een heel fijn moment ook. Maar dat is niet het doel. Misschien is het goed om een beetje te kijken hoe het allemaal werkt bij jullie. En Bas, jij speelt daar een belangrijke rol in. Dat jij eigenlijk drie frontmannen hebt en jij daar net iets in het beeld, zeg maar, net iets achter staat, omdat jij iets heel anders doet. Ja, ik. Dit is zeg maar, met z'n drieën zijn ze Mick Jagger en ik ben Keith Richards. Mick en Kies. Kies. Maar wat betekent dat bij het tot stand komen van de nummers bijvoorbeeld? Het werkt toch wel een beetje als een band. Voor elektronische muziek is het heel erg bandachtig. We zitten met z'n vier in een ruimte en op dat moment maken we echt een nummer. Alsof het jammen is, zeg maar. Ja, maar begin jij dan met de beat en komt dan dat gaat echt heen en weer. Soms maak ik gewoon alleen een hele basale drumbeat. En dan beginnen zij al teksten schrijven. En dan hoor ik waar het over gaat. En dan pas ik mijn muziek daarop aan. En dan zeggen zij bijvoorbeeld, dit vind ik echt nergens op slaan. Kan je dat eruit halen? Dat doet hij dan meestal niet. En dan doe ik dat. Of hij doet het wel en dan hoor je het nummer later. En dan heeft hij het toch weer veranderd. Dit is ook waar. En hoe snel gaat het dan? Is het zo dat je als je geluk hebt, is het gewoon in 2 uur helemaal klaar. Tekst, alles? Alles, van niks tot eindproduct. Ja. En als je pech hebt, duurt het 3 jaar. Ja, hoe lang? 3 jaar kan wel zeggen. Dan ligt het wel stil, hoor. Dan doe je gewoon een tijdje niks. Dan leg je het gewoon weg. En dan komt het kan echt heel lang duren. Als het niet
zeker vaak de laatste 10% van een nummer kan gewoon... Laten we straks even met één nummer, bijvoorbeeld de formule of zo, eens even kijken hoe lang zoiets duurt, hoe dat werkt, wat voor tekst in zit. Maar even Marieke, want ik zei voor de uitzending dat de jeugd van tegenwoordig kwam, daar was je al heel blij om, ja. Want je bent fan. En toen vroeg ik welk nummer. Ja, toen zei ik, nou, fan is wel een heel groot woord, hoor. Daarvoor ken ik gewoon te weinig van jullie nummers. Het wordt van vele kanten gevestigd. Ja? Ik vind Sterrenstof hoorde me net heel leuk, maar Hollereer vind ik ook een heel leuk nummer. Het zijn ook wel twee geweldige teksten. Ja. Maar jij ook niet, mijn twee favorieten. Ja. Jij citeerde net de halve tekst ook. Ja. Ga je nou op een verraden hier dan gewoon? Je kijkt ook zo zuur naar mijn haute couture, want mijn haute couture is ook zo duur. Ja. Een glaasje water. Is dat nou een tekst die er eerst is, of heb jij dan al, ben jij dan al begonnen? Ja, dat is al een tijdje geleden. Ja. Dit was, met deze zin was ook nog iets geks mee. Ja. We weten niet meer van wie het nou kwam. Ja, jawel. Okay. we weten nog wel wie het vuur heeft aangestoken, maar we weten niet meer wie de fakkel uiteindelijk naar de bergen van de Olympus heeft gehaald. Ja, dat weten we. Er was iets gaande tussen deze twee prachtige mannen. Waar kwam het nou vandaan? Nee, maar ik met z'n tweeën van Freddy gestolen. Ah, fijn, het is niet goed. We hadden het net over de groepsdynamiek, bijvoorbeeld vergeleken met een Ajax-bus. In de documentaire zien we een aantal fragmenten dat jullie met z'n vier in de auto zitten. En er was een microfoon bij en een camera, dus laten we even horen wat dat oplevert. Ik had laatst 3 flessen Barolo weggezet met Ivo. Ja. Zaten we opeens Chad Baker te luisteren. Die nikker doet alsof hij 65 is. Ja, ik ben nu op een punt in mijn leven. Waar heb jij het over? Het is wel belangrijk dat je af en toe op een punt bent in je leven. Wolven in camouflage. We zijn het zaken in je salvage. Gerenommeerd en gesaboteerd. Je ging heerbom onder de sfeer. Dan midden in de kringen weglopen, een rotavond, maar we hebben echt genoten. Bewuste sabotage, alleen camouflage. Samen zijn we gewoon vervelend. En lastig, maar ook geniaal. Ik snap het ook wel dat als je 's ochtends in de file staat, niet door je crappy autoradiootje wil horen. Maar goed. Wij kunnen het maken, gelukkig. Ja, dat is ook nog zo. Zullen we nog even terugkomen op waar we het over hadden? Hoe zo'n nummer ontstaat? En we dachten, het is misschien mooi, de formule is er zit een prachtige clip bij. Maar daar kunnen we straks een fragmentje van laten zien. Wat vind je makkelijk als je dat uit wil leggen aan ons? Dat we eerst een stukje zien en dat je dan even over de tekst praat of andersom? Het maakt mij precies niks uit. Nee, dan denk ik dat het leuk is dat jij eerst even wat vertelt over hoe zo'n tekst tot stand komt. We hebben een fragmentje uitgekozen wat we dan later kunnen laten horen. Het gaat nu over de formule. Ja, het was gewoon... Bas had een opzet voor de muziek gemaakt. En toen hadden we bedacht dat het leuk zou zijn als we een nummer zouden hebben wat de formule heette. Want dat vond ik gewoon een toffe titel voor een track. En toen hadden we daar een refreintje bij verzonnen. En dan, als je eruit bent dat het niet heel diep over een specifiek thema hoeft te gaan, dan gaat ieder gewoon zijn eigen gang met de tekst. Klikken. Ja. Een beetje opscheppen, een beetje dit, een beetje dat. Kijken wat je wel niet kan maken. En dan doe je het een paar keer voor elkaar ook. Als mensen dan een beetje zo komen, dan een beetje schudden met het hoofd. Of misschien een beetje lachen. Of misschien boos wegkijken en zinnen doorstreven. Dan weet je dat je ergens bent wat wel wat kan worden. Ja, en want het is dan dus iets waar we nu straks een stukje naar van gaan luisteren, wat jullie toch echt met elkaar hebben gemaakt. Dus niet dat je zegt, nou, dit is toevallig net mijn hele stuk geworden of zo. Nee, iedereen maakt wel echt zijn eigen tekst. Ja. Soms pak je een zinnetje van iemand anders als je het even niet weet. Maar ja. We zitten vaak wel in dezelfde ruimte tegelijk aan het schrijven. Ja. Zullen we even luisteren? Dat lijkt me heel leuk. Gaat ie lekker, hoe ziet het zo? Het nieuwe vouw gaat opnieuw omhoog. Voor al jouw Ivo, nieuwe vouw. Ik eis dingen als kunstraats. Stel zielig als kunstraats. Outfit strak als kunstraats. Laat me even in je schaatsen. Exemplarisch, formularisch. Een hoop lof, de vorm hilarisch. Gele weg van winter, storm planarisch. Banaan in mijn oor, hoor het commentaar niet. Jasje, tasje, pinnenpasje. Glitter drankje, in het handje. Buitenlijntje, binnenlijntje. Pimpendansje. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui. In het Fransje, oui, oui.
Henk Nijboer is al om, geloof ik. Ja, zeker. Nou, we zagen net dat Marieke een aantal teksten uit haar hoofd kende. Er zijn studenten die afstuderen op jullie teksten. Ja, ja, blijft gek. Ja. Blijft... ja, het is heel raar dat je dan iets schrijft. We maken iets samen en wij vinden het zelf ook wel goed. En, maar om er nou echt soort van, die 4 jaar op de HBO of de universiteit mee te eindigen, ik weet het niet. Maar het is wel mooi als mensen het doen. Het is wel vet dat mensen er iets in zien. Gelukkig, ja. Toch? Ja, want ook gewoon die 4 dorpsgekken kunnen zijn. Ja. Ja, laat maar praten. Nee, als je na een half uur houdt hij vanzelf op. Misschien een doek eroverheen wel. Ik verwacht eigenlijk van jullie, groep, hiphopgroep, leven van seks en drugs en rock'n'roll. En uit de documentaire blijkt dat mee of tegenvalt. Laten we even kijken naar een stukje. Ja, het was gewoon alleen maar volle kracht vooruit. We maakten onze eigen Baileys. Ja. Wodka met chocomel. Met Koningin nog eens een keer reden we terug van het optreden. Toen zei ja, wanneer gaan we optreden? Toen hadden we het al gedaan. Dat was niet oké. Dit wordt voor het podium, voor de jeugd. Krijgt iedereen zijn eigen aparte jas en wat t-shirts en truien en dingen. Dit zijn boeken. Deze had ik laatst gelezen. Dat is ook een heel goed boek, wist ik helemaal niet. Catcher in the Rye. Oh shit, ik moet naar beneden. Dan moet je dus omdraaien op een of andere manier. Dan moet je dus zo... Zo. Gek, hè? Ja, dat is niet handig. Een burgerlijk leven is een goed leven. Ja, dat burgerlijk leven voor jou speelt zich geloof ik nu in Den Haag af, hè? Ja, dat is beautiful. In Den Haag? Tegen Den Haag aan. Oh, ja. Tegenover het stadion van die jongen die we net zagen, die lekker ging op de GHB. Oh, die GHB-jongen. Ja, precies. Ja, ADO. Juist. Ja, die ken jij natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik heb zelfs al gezegd, vele jaren ook in een band gespeeld. En dan was er ook vaak ergernis. En competitie, de een wat dit en de ander. Maar dat was aan het einde van het seizoen. Dit zit er allemaal zo gezellig uit. Dit was ook een nieuw rondje. Dit was ook... Een beetje een propaganda. Nee, niet. Nee. Dit was gewoon een nieuw rondje. Toen ze begonnen met filmen, toen hadden we nog niet... al een heel seizoen met elkaar in de bus gezeten. Dat scheelt ook. Hè? Nee. Als je aan het eind van het jaar, op een gegeven moment... 2008 of 2009, welk jaar was het? Ben ik een ruzie gehad omdat iemand met een mandarijn had gegooid. Ja, precies. Maar gewoon door de ruimte, niet op iemand. Alles in zijn auto. Mandarijn. Ja, dat doe je niet. Dat was, ja, precies. Ja, dat was, ja. En beginnen jullie een eigen kledinglijn, begrijp ik dat goed? Nou, ik ben een eigen kledinglijn begonnen. Oh. Ik heb toen voor de jeugd, ook voor deze tour, allemaal outfits gemaakt. Ja. Melvin. Ja. En jij hebt toch ook een expositie in het Stedelijk Museum, dacht ik? Nee. Oh, dat is dan weer jammer. Dat is zeker jammer. Ambassadeur voor Young Stedelijk, dacht ik. Ja, precies. Ja. Wat betekent dat? Dat ik mensen werf en dat ik meedenk over bepaalde dingen die we voor jongeren doen in het Stedelijk Museum. Bepaalde dingen die we voor jongeren doen in het Stedelijk Museum. Ja, het is een sterk staaltje werven wat je nu zegt. Ik denk dat de jongeren er meteen zin in hebben. Ja. Maar wat zijn dat dan voor dingen? Rondleidingen, dat soort... Rondleidingen? Ja. Oké, en die geef jij dan? Of die moeten zij dan geven? Ik heb 2 keer een rondleiding gegeven, ja. Juist. Maar dan denken we nou over wat is leuk voor die kinderen. Nou, ja. Pepijn heeft een boek geschreven, dat ligt hier ook. Dit is jouw debuut. Ja, hoe heet het? Geen idee. Kan jij het zien? Ik zou zeggen Scheumer. Ah, oké, dat is super. Ja. En Pepijn Laan is Scheumer. Wil jij het hebben? Ja, leuk. Is dat alvast voor jou? Dank. Wij danken jullie.